wilt hem graag lezen? Ik wil hem wel lezen, ja. Waar bent u benieuwd naar? Ik ben er benieuwd naar of hij ook nog iets serieus te zeggen heeft. En of het niet alleen persoonlijke ontboezemingen zijn. Of het niet van die melodramatische verhalen zijn. Kijk maar hier eens zielig zijn. Ik ben een collega van Stapel geweest. En ik heb hem bij ons als een soort zonnekoning door de gangen zien lopen. En nou ja, ik ben benieuwd naar de achtergronden van zijn fraudeaffaires. U koopt het ook een beetje uit bepaalde woede, hè? U wil wel eens weten wat hij nou te vertellen heeft. Nou, woede niet. Ik vind het amusant hoe het er aan de universiteiten op dit moment aan toe gaat. Het is niet alleen Stapel die iets te verwijten valt. Het hele beleid aan universiteiten is op dit moment echt gericht op dit soort gedrag. Dit soort gedrag wordt gewoon uitgelokt. En ik vind het ook wel goed dat de universiteiten op deze manier hun lesje leren. Althans, dat hoop ik. Nou worden de meeste boeken verkocht voorafgaand aan de 5 december. Nu nee, ook weer. Komt op tijd. Daar heeft het niets mee te maken. Nee. Nee, maar het komt op tijd voor hem. Ja, ik vind het. Ik zag ook de woede bij. Of woede, ik zag de ja, een beetje ingehouden woede bij Pim Leeveld. Toen hij hier naar werd gevraagd. Misschien is het toch zo dat Stapel hier een slaatje uitslaat. En dat heeft hij heel slim gedaan. Maar Stapel was gewoon een hele intelligente, of is een hele intelligente vent. Hij is gewoon een stuk slimmer dan een heleboel anderen. En dat, nou ja, dat zie je nog steeds. Die presentatie die hij gaf op tv, die was ook geweldig, vond ik. Maar ja, toch, de gevallen koning is het dan. En u wilt toch lezen of hij nog wat nuttigs te melden heeft. Wat verwacht u? U verwacht het eigenlijk niet, hè? Ik verwacht het eigenlijk niet. Ik denk dat het een soort veredelde smartlap is. Maar ik hoop dat er nog iets serieus in staat over universiteiten en wat hem hiertoe gebracht heeft. Want Stapel is niet alleen een frauderend wetenschapper. Stapel was decaan van de faculteit van sociale wetenschappen aan de Universiteit van Tilburg. He, en is hier in die functie benoemd door de huidige rector Magnificus. He, en wij weten hoe dat gegaan is. Die was hartstikke blij dat er iemand was en dat hij Stapel daarvoor had. Dus wat we nu allemaal zien, dat wringt bij ons, bij een aantal mensen. U gaat dadelijk meteen op de bank zitten en lezen? Nou nee, want ik moet naar het werk en ik heb eerst andere dingen te doen. Maar vanavond is Stapel de eerste. Ik ga er wel even in bladeren, ja. Veel plezier. Dank u wel.